ja, je komt natuurlijk om te winnen. En ja, je bent er dan toch wel dichtbij. Maar ja, ik heb gewoon alles gegeven. Dus ja, als er dan niet meer in zit, dan moet je er ook genoegen mee nemen. Ja, je ging heel voorvaardig van start. De commentator zei zelfs, het is gedaan. Bleek toch ietsje te vroeg? Ja, ik wist ook dat het echt nog niet beslist was. Het is in het zand gewoon zo lastig als je dan een slechte passage rijdt. Ja, dan komen ze dan gewoon snel aanzetten. En ik merkte dat ik bij het rennen het strand af gewoon een stukje langzamer was. En ja, dat was echt in mijn nadeel. Vorige week heb ik een knieblessure opgelopen. Ben hard gevallen en begin van de week nog echt met een hele dikke knie getraind. Met veel pijn. En dat merkte ik met het rennen. Dat gewoon kwam opzetten. Ja. Tot wanneer hield jij rekening, of hield je nog hoop op die wereldtitel? Nou, zeker. Tot en met de ene laatste ronde. En ja, daarna viel het gaatje toch een beetje met Worst en Brand. En ja, toen was ik een beetje op het achtervolgen aangewezen. Maar ja, het was goed zo. Alles gegeven en mijn eerste WK-medaille mee naar huis. Dus. Ja. En in ieder geval de titel, blijft die van Nederland zoals? Ja, een mooi oranje podium. Dus we zijn, ik denk dat we als land heel blij mogen zijn met hoe we het hebben gedaan. Ja, alsjeblieft.